Het dorp in Arnhem. Ja. En daar zitten ook rolstoelproducties en die doen integratieprojecten tussen kinderen met een beperking, kinderen zonder beperking. Ja. Zodat die niet zo vervreemd worden als ze terugkomen van de revalidatie of zo. En daar maken ze voorstellingen mee, maken ze muziek mee. En ze gingen een musical maken, Peter Pan. En hadden ze mensen voor nodig die de kostuums konden maken. En toen waren we het eerste jaar, één dag in de week gingen we daarheen. En we kregen eigenlijk gewoon niet, je hebt een budget, je moet een begroting maken en ontwerp maar. En je moet zelf stoffen halen, alles zelf regelen. Veel plezier, je moest natuurlijk wel aantonen, bijvoorbeeld schetsen maken. Zo van, nou, dit willen we ongeveer doen. En dan zoveel meter hebben we nodig, en dat is zoveel geld. En dan moeten we zoveel geld mee hebben, naar de markt gaan. Nou, op zich ook wel een heel groot compliment natuurlijk, als jullie als eerstejaars in die zin dan al gevraagd worden. MBO-studenten worden natuurlijk met de modebiennale ook wat meer in de picture gezet tegenwoordig. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik denk zelf dat het een goede stap is om het MBO wat meer te belichten, omdat toch veel de nadruk wordt gelegd op de academie. En ik denk dat het niet zozeer te maken heeft met intelligentie of het... of je kunst kan maken of niet. Dus ik zie mode dan als de kunstrichting. Uh-huh. En ik denk dat het dan niet belangrijk is.